Er stingen nog een oude auto's om het hoes van Johnny en Marita Boon. Boon is garagehouder, maar zijn favoriete auto stiet net meer op het hier. De auto die staat hier normaal gesproken hier in het grenzenparkeer, waar nou het vouwwagentje staat. Daar zijn een weekendje weg geweest en we kwamen terug en de auto was weg. Nou, hij zou dus klaargemaakt worden. Dan zouden we zondags lekker gaan toeren met ons gezin. Maar ja, dat wordt hem nou weer niet meer, denk ik. Van de Packard 6 uit Njontje Zandrietig ben er nog heel goed zien in Nederland. Je verwacht niet dat zo'n auto hier weggehaald wordt. Dat, ja. Je zou zeggen, hoe durft iemand om zo'n aparte auto hier zo weg te halen? Ja, dat moet je wel even hebben. Want het valt overal op. Iedereen ziet je, zou je zeggen. Maar ja, tot nu toe geen spoor van de auto meer. Helemaal niks. Het is vrienden hier en liet zijn motor stellen door de familie Boon een weekendje voor het wier. Die is nooit weer omvoen. Het is de hoop in dat ze de oldtimer ooit weer eens zullen.